Hey allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Wij gaan weer muziek maken. Kom eens hier met het ding. Laat ik even die scheten zijn gezicht. Sorry. Ah, lukt niet. Ja, ik wil wel proberen met mijn poep in mijn broek. Hey, Rutger is er ook weer bij. Oh, elke keer doen jullie alsof ik die mic hierna nooit meer ga gebruiken. Wij gaan vandaag nieuwe muziek maken en om heel eerlijk te zijn wordt het een EP. Ja, daar ben ik heel eerlijk. We hebben vooraf al, het wordt een krappe deadline, maar we gaan drie nummers proberen. We gaan drie nummers proberen te maken. Waarom drie ineens? Geld. Ja, we moeten onze show vullen. Ja, dat we hebben aan iedereen 90 minuten beloofd, maar dat halen we, dat halen we niet. Al onze nummers achter elkaar gezet en toen kwamen we op, wat was het, 20 minuten? En het moest er een 90 worden. Nee, we hebben drie nummers en een goed idee. En ik heb het al tegen Rutger gezegd, dus hopelijk heeft hij wat gepingeld. Ik vind dat we het eerste nummer moeten maken op basis van een oud kinderlied. Stapelgek. Nee. En ik heb het al doorgegeven, maar ik wil dat jullie het luisteren en moeten jullie raden welk kinderlied het is. Ja? Ja, ik heb het al bedacht. Jij hebt het al? Oh, dat stond de camera nog aan. Ik zit even koffie te zetten en ik hoorde Koen opeens even met de eer voorbij gaan. Dat ga je bedacht. Het door de kraai, als jij de cat bent. Laat even wat dingen horen. Ja, hij staat open, dus even tranquilo, joh. Oké, jongens, luister en huiver. Wij moeten raden welk kinderliedje. Kinderliedje. En jij hebt het al bedacht. Nee, eigenlijk heeft Rut, maar Rut, we hebben samen bedacht. Eerlijk? We hebben het samen bedacht. Ja, we hebben het samen bedacht. We hebben het samen bedacht. Ja, inderdaad. Kennen jullie het al? Wat moet ik hier aan herkennen? Nou, ik kan even het refrein zingen en dan moet jullie raden wat het is. Jij zit vast diep in mijn systeem. Kom meteen. Kapje. Niet om, ja. Oh, is dit serieus? Ja! We gaan een koffie remake. Maar even, want Matt en Milo zijn er nu nog niet bij. Die komen zo. Ja, is dat leuk? Ik vond het ook goed. Ik ben blij dat ik het zelf heb bedacht. Ik denk op zich dat het best wel goed kan werken, maar het is wel een kinderliedje. Ja, maar ik denk als ik even nu dat refrein erop knal en Matt komt straks binnen, nou die is flabbergasted. Hé, hey, Mattie! Stinker! Hey! Hey, ik ben een biertje aan het tikken. Ja. Dit is zo'n Willem Wever. Ja, maar ik was even bij het station. Moest even iemand ophalen, maar ik zeg niet wie. Maar jullie hebben iets verzonnen ofzo? Waarom gaat die kennen? Ik had iets bedacht, heb ik het naar Rut gestuurd, maar die strijkt met alle eer. Ik dacht het is een leuk idee om op een kindernummer ons nieuwe banger te maken. Van ons nieuwe EP. Ik heb dus een vrijheid ingezet, maar je moet even luisteren of je het herkent. Jij zit vast diep in mijn systeem. Kom meteen. Oh, sorry. Hoezo hoor je dit slecht? Ik kreeg trouwens laatst een appje van onze producer dat we hem te weinig love geven wat hij doet. Dus hey, keiharde beat. Hey, love, je hebt hem weer geneeld. Besef nog dat we de beat van je blik hadden gemaakt. En toen zei Koen, wat een kut beat. Dat heeft hij echt gezegd. I love you. Maar even. Ik heb het refrein niet meer nu. Maatje, gun dat jou, man. Hey, ik gun jou die shine, man. Hey. Ik had mag ook een poging gedaan voor het refrein, hoor. Maar is dat opgenomen? Ja, is dat opgenomen. Dat komt. Nu. Jij zit vast diep in mijn systeem. Kom meteen niet om jou heen. Jij zit vast diep in mijn systeem. Kom meteen niet om jou heen. Ja, ik weet de andere niet. In andere nummers, aangezien we EP'tje hebben, is er misschien ruimte voor een refreintje voor... Nee. Jij zit vast diep in mijn systeem. Ja. Kom weet je wel. Niet om jou heen. Ja, die heen was echt. Ja, die heen was eigenlijk. Kan je die heen zonder mij zo plakken? Zou je dat horen? Ja. Duo refrein. Zit vast diep in mijn systeem. Kom meteen niet om jou heen. Hoe heet dit officieel? Een verse. Het is gewoon ouders van de verse, man. Ja, dit staat erop. Dit gaat wellicht de edit toch wel halen. Jongens, ik heb een verse geschreven. Wel ook met hulp van... Koen. Je ziet er echt uit als een soort sachet koffiecreme. Weet je, oké, die dingetjes. In een seconde was ik helemaal blown away. Jij zit in mijn systeem als een 5-3-2. Zeg ik A, B, J, M, B, de cirkel rond als een CD. Samen liggen we op 10, maar liever. Bruh. Want het einde was niet helemaal goed. Dus samen liggen we op 10, maar liever 1 op 1. Echt, ik vond het best wel goed. Anderhalf uur nu, zoiets. We hebben nog nooit zo snel al zeg maar het begin. Maar had wel ieder geholpen. Nee, Koen had het bedacht. Okay, jongens, bij 100.000 likes op deze vlog leaken we de eerste chatgesprek tussen Rutger en Koen. Laat me niet gaan. Ik moet even kijken. Voor mij is een glas gesprongen dan. Dat weet ik niet. Ja, maar ja, de timing is ook zo moeilijk. Laat me niet gaan. Kletsnat, ik glij van mijn stoel. Kom op, man, je kan niet. Ik heb een bochel en... Kut, weer verkeerde tekst. Mensen, dat doen we dan nog 100 keer. En in één keer schrijf je elk woord van elkaar zo onder elkaar. En dan klinkt het toch nog best wel oké. Zoals zo. En wat heb jij dat weer goed gefixt, hè?
niet om jou. Love voor is dit dan de hit? We hebben altijd een hit nodig. Maar dit is de generous hit en dan gaan we ook nog knallen voor van die niche hitjes. Hoe gaan we onze app noemen? Werelds. Nee. Dat hebben we al verzonnen, toch? Het was of de app Vloed of de app Werelds. Vonden jullie leuk? Vloed wist ik, maar die Werelds is voor mij. Weet je waar dat van is? Ja. Boskamp. Ja, Werelds. Jongens, Rob gaat zijn verse inzingen en hij is heel zenuwachtig, zei hij net buiten de camera. Vond ik wel schattig. Ik word zo ooit gevreemd. Ik heb je al de hele. Ja, hou maar. Ik vind het heel veel tekst voor. Weet je wat elk woord betekent? Ja, lijkt me dat hij echt zo. Ja, ben ik de dief van. Ik denk dat jij niet zo snel kan rappen als ik, hoor. Wij moeten echt zo'n camera hebben waar je dan ook de achterkant mee filmt. Dat jij dan iets zegt. Oh, dat Ik heb je al de hele avond in versier. Weet je wat dat betekent, in versier hebben? Ja, doe even griep. Leuk anders, jongen. Fucking sukkel. Ingefluisterd even iets. Wat is er? Ik heb niet gezien wat ik gezegd had. Wat heb ik gezegd? Ik ben jouw topproducer! Dat ligt hij! Ja, hij ligt hem! Hij stoelt ons op in elkaar! Pak hem aan! Pak hem aan! Pak hem eens aan! Waar is die sleutel? Misschien is het leuk als jij erachter. Ik drink een zoet bier, maar voor jou ben ik lief. Mans, mijn hart ben jij de dief van. Hé, Rob, ik begin te voelen, maar. Oh baby, laat me niet gaan. Zie je mij niet staan, dan ga ik wel zitten. Het is dat je zo'n shambag hebt, anders was je echt perfect. Hallo mensjes! En daarmee staat ons eerste nummer Systeem erop. En hebben we dus een remake gemaakt van Zeg Roodkapje, waar ga je heen? En het leek ons leuk om dit nummer echt goed te gaan klippen. Maar dat ga je straks wel zien bij de clipshoot. Eerst is het tijd voor het tweede nummer. En voor het tweede nummer wilden we teruggaan naar onze roots. Een soort niks, maar dan in een 2023 jasje. Met vijf sukkels die flexen over dingen die ze eigenlijk helemaal niet hebben of doen. Rob heeft niet eens een Gucci riem. En eigenlijk hadden we deze er wel binnen een paar uurtjes op staan. Alleen de adlibs bleken een iets moeilijker verhaal te zijn. Yo! We zijn adlibs aan het opnemen. En Matt, wat wil je door elkaar heen zeggen? Echt een seconde daarna meteen stopgezet. Ja, maar ik denk wel als je terug hoort dat hij wel hard is. Nee, jij bent een bodycount van twee, maar die bitches volgen mij nu als een fucking track and trace. Yo! Maar die bitches volgen mij nu als een fucking track and trace. Yo! Met Riemen klinkt hij wel hard. Ik heb een bochel en een bodycount van twee, maar die bitches volgen mij nu als een fucking track and trace. Ja, maar nu. Yo! Ik dacht nu komen, dan ga je even staan aan. Oké, Adlib, Adlib. Ik ben. Yo! 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 Ik dacht wel gewoon wow of yo. Misschien ben je iets stoerder. Ja, maar ik kan niet stoer zijn, yo. Ik ben gewoon een pussy. Misschien goedemiddag. Yo! Je moet één hand, in, één hand in je broek doen. Goedemiddag, zegt hij dan. Ja, die was wel een beetje jong de dong. Ja, jong de dong, man. Hoe die's mix Adlib zou opnemen? Die's mix! Nou, laat die dan eens horen. Maar die bitches volgen mij nu als een fucking track and trace. Die is mix. Stop met werken als ik 30 ben. Ja. Weet je wie die is mix is? Nee. Ken je Jon de Dong met zijn beste vriend die is mix? Wow. Dat is echt verdonde jong humor, joh. Maar ik kan niet stoer, dus, maar ik ga het wel een keer proberen. Blijf vooral filmen. Wow. Je kan echt elke klank maken die je wil. Ja, yo niet, die kan niet. Ja, wel, maar, je kan wel, yo, maar hey, yo mensen. Yo, hij moet echt geen yo. Je moet geen yo zeggen. Maar ik zei het wel. Oké, we gaan adlibs doen. Sterven aan zwagen. Wow. Yo, ik ben Anton. Hey, ik heb een goed idee, jij doet gewoon de hele adlibs, het hele nummer. Dat is toch mooi? Ik kan het niet. En ik heb mijn eigen stoel weer terug nu. Jezus, Monica van twee. Echt, wat is dit, jongen? Hij komt precies op. Hij zou eruit gooien als hij nog geschreven is. Jullie horen het niet. Je hebt toch een koptelefoon op? Ja, hij hoort toch niet dat hij precies op de beat is. Wow. Dat was goed, hoor. Nee, dat was echt een kabelaar, hoor. Te hoog, hè? Zonder de R. Nee, niet te hoog, maar zonder R. Zonder R. Ik ben zo benieuwd. Maak me maar belachelijk, noem me maar een spektiet. Net zo gezien. Doe nog één keer die adelaars los zo met die echo. Dit is echt een vogel, hoor. Geef me 1K en ik tover de 10. We hebben hem! We hebben hem! Yes!
It's rap op de rap. Ik ben echt benieuwd of zijn microfoon ook kapot kan. Nee. Ah! En voor de clip van Bali hadden we eigenlijk twee dingen. We hadden geen tijd en geen geld meer. Dus toen besloten we een soort van one take in een busje te doen. Dit is echt een tering lelijke Toyota bus die we gehuurd hebben van een of ander bedrijf. Waarin we gewoon één rondje reden en ons nummer gewoon deden in de camera. En dan krijg je dus dit. Even vergeten. 1K en ik tover de 10. Ik hoef daarvoor niet naar Bali, heb die onzin gezien. Money stekken stekken is de kwaliteit van ons team. Ik ga dik, je kan het aan mijn shirt of Gucci riem zien. Het is echt een godswonder dat Raoul nog soort van te zien is, want dit waren de originele beelden. Model kompas, maar ik kompas. En dan het derde nummer. En we hadden eigenlijk al een tijdje het idee om een nummer te maken over vriendschap. Het meest verschrikkelijke onderwerp om een nummer over te maken, aangezien het woord vriend op zichzelf wel echt een kutwoord is. Dus we dachten, laten we het gewoon zo simpel mogelijk houden. Met teksten die een kind van 4 nog had kunnen verzinnen, maar waarvan je na een paar pilsjes toch begint te denken van, wow, ik voel dit wel. Vrienden, vrienden, vrienden voor elkaar, dat over zo lang moet je zijn. Vrienden, vrienden, vrienden van mij. Dit gaat een succes worden. Vrienden, vrienden, vrienden voor altijd. Alsof het zo had moeten zijn. Ben ik jouw vriend en jij van mij. Weet, dit was helemaal niet slecht. Weet je wat misschien even goed is voor inspiratie ook? Als straks iemand bijvoorbeeld dit... Vrienden, vrienden, vrienden voor altijd. Dit is gejank. Vrienden, vrienden, vrienden voor altijd. Alsof het zo had moeten zijn. Ben ik jouw vriend en jij van mij. Niet om een negatieve sfeer te creëren, maar dit wordt tijdens optredens dan wel lastig. Vrienden, vrienden, vrienden voor altijd. Alsof het zo had moeten zijn, ben ik jouw vriend en jij voor mij. Onnodig om dit dan te laten horen. Hey, Rob gaat nu even laten zien hoe het moet. Vrienden, vrienden, vrienden voor altijd. Je bent nog helemaal niet daar. We hebben toch meneer de producer? Ja, ik zet hem toch aan, begon. Vrienden, vrienden, vrienden voor altijd. Is hij klaar, jongen? Is hij al klaar? Is hij al klaar? Vrienden, vrienden, vrienden voor altijd. Alsof het zo had moet. Maar dit is gewoon pesten, hè? Dit is gewoon pesten. Is dit pesten? Dit is mijn pesten, vriend. Mijn vriend. Jij hebt niet echt mijn best gedaan. Ja. Heb jij dat nieuw belletje nieuw? Het is een trui, mogol. Is het dan nog een opbellend van jou of niet? Hoe kom je bij dat de shirt is? Weet je wat kropt op, eerlijk? Als je zo kijkt. Waarom ben jij zo dik? Ik heb niet zin om een nummer te veranderen. Ik wil... Tia. Vrienden, vrienden, vrienden voor altijd. Alsof het zo had moeten zijn. Ben ik jouw vriend en jij van mij. Ik zou hem hoog doen, man. Wie ben jij dan? Wat kom je zeggen, joh? Inshallah. Vrienden, vrienden, vrienden voor altijd alsof... Vrienden, vrienden, vrienden voor altijd alsof het zo had moeten zijn. Ben ik jouw vriend en jij van mij. Oh ja, hij gaat weer tryharden. Vrienden, vrienden, vrienden voor altijd alsof het zo had moeten zijn. Ben ik jouw vriend en jij van mij. Klinkt best leuk, vriend! Ja, ik wilde net iets zeggen toen jullie die hele van mijn opmerking over maakten. Dat ik helemaal geen zin heb om met jullie een nummer van vrienden te maken. Maar nu ben ik toch wel enthousiast. Mijn vriend! Mijn vriend! Mijn vriend. Ja, toch ook, is jouw hemd van New Balance? Nee, dit is een boxershort. Maar jij zag die trui, dus Milan, je dacht, dat is een mooi logo. Nee, deze heb ik opgestuurd gekregen. Van? Van Adidas. Geef het niks. Dat is raar. Voor mij was dat van New Balance. Die van de voeten. Op zo'n... Nee, hebben we Leon en Hels gekregen? Zijn er niet wat rijke mensen in Afrika die dachten, weet je wat? Laten we onze kleding even lekker naar jou opsturen. Zou ze wel sieren. Is hij toch nooit koud? We sturen het dan weer dan. Gewoon negeren en niet kijken. Ben ik jouw vriend en jij van mij. Mijn vriend! Zo! Vrienden, vrienden, vrienden zo. Voor altijd. Alsof het zo had moeten zijn. Ben ik jouw vriend en jij van mij. Mijn vriend! Ja. Wat zit je hetero? Wordt zo moe van jou, hè? De grootste flikker in deze hele fucking ruimte. Als er staat dat je in een tango string bent, ben je de grootste flikker. Jongens, de tekst voor de verse, die gaat echt... Dit gaat mensen niet beseffen. Luister, dit hit zo hard in de feelings, dat is... Niet normaal. En Milo gaat het nu even laten zien hoe het werkt. Is er wat aan de hand? Ben ik weer van de leg? Kan ik geen kant meer op? Koen heeft een experiment. Kijk, ik vind het bijzonder dat als je dus dit ondersteboven houdt, maar niet drukt, dan komt er eigenlijk helemaal geen water uit. Er komt nu wel water uit, toch? Ah. Er komt 100% wel water uit. Er komt wel water uit. Ik ben 13 jaar oud en ik plas elke nacht in mijn onderbroek. Toen wij op de Starry Night waren, kwam er trouwens een vent naar mij toe, een oude vent met zijn kind. En die zei van, ja, doe de groet aan je vader. Ja, de hondentraining van je vader, want dat doet mijn vader. Daar zit ik ook bij, dat is van de Golden Girls. Oh, dus hij geeft hondentraining. Nee. Ik heb dat niet gehoord. Ik hoorde alleen van, ja, van de Golden Girls. Ik denk, nou... Is Hans van de Golden Girls?
Zeker. Nee, dat gaat dus over golden... Houdt jouw vader van golden showers? En is hij dan de ontvanger of de gever? Ik denk, als ik hem ken, ontvanger. Is jouw vader een onderdanige man? Nee, hij kan ook dominant zijn. Terug naar het verhaal. Die vent zegt dus van, ja, die golden, dat is, zo heet die hondentraining, groep. Hij zegt, doe hem de groeten. Was ik natuurlijk vergeten om dat door te geven. En mijn vader mij opeens. Een of andere kerel bij de hondentraining vandaag zegt dat hij jou gezien heeft. Rare vent. Wat nog nooit met hem gesproken. Zo mooi. Hoe want ze gaan hem waarschijnlijk allebei zien en de volgende keer zien ze elkaar bij die hondentraining. Dat is kut. Ook al zie je tussen ons soms een verschil, begrijpen wij elkaar al blijven we stil. Daarom blijven wij voor altijd alsof het zo had moeten zijn. Bestaat dat eigenlijk, vrienden voor altijd? Tuurlijk, wij toch! Wij zijn toch vrienden voor altijd, man, wat twijfel je aan? Dankjewel. Hey, is dat een Ramiro's auto ligt? Een Cobra 6! Ja, dat is niet zwaar spul. Ik zou echt hier relaxed slapen hoor, als er een Cobra 6 in mijn auto ligt. Alsof die ineens aangaat. Je moet echt die auto uitsprinten. Ja, maar wat kan dit nou voor kwaad? Nou, dit kan heel veel kwaad, maar hij gaat niet uit zichzelf af. Al ben jij ietsje zwaarder, draag ik jou nog op mijn rug. Ja, dat ga je niet lukken. Met die spierkracht van jou is dat met kipparmpjes, dat wordt helemaal niks hoor. Nee, ja, dan met je vieze, vuile, gore, vetsige lichaam. We zijn alles, we gaan door dik en dun. Al ben jij ietsje zwaarder, draag ik jou nog op mijn rug. Ik vind het echt leuk dat jij de hele sessie al precies in deze bank zit, gewoon stil. Ja, maar nu is zijn moment, hè? Ja, het is jouw moment, ja, Roel. Ik vertrouw jou blind, ik vertrouw jou echt. Wat ze niet durven zeggen, dat wordt door jou gezegd. Ik zie iemand alweer lekker grijnzen. Ja, hij was stuk, ik moest lachen. Bro, ik kon toch inhouden, jij was wel hard. Ja, maar jij zit mij te veranderen. Want hij doet dus niet vriendschappelijk naar Roel, maar jij gooit hem voor de bus. Dat is ook ik moest mezelf redden van de bus. Ja, ik lach. Ja, ik lach. Ja, maar ik ben geen NSB'er. Ik vertrouw jou. Ja, ik kan dat gewoon niet. Wat ze niet durven zeggen. Ja, wij doen gozer, k- even op als ik aan het zingen ben en dat je dan loopt te smoeselen en alles. Het is irritant. Al ben jij ietsje zwaarder, draag ik jou nog op mijn rug. Jij bent een vriend die ik niet mis. Dit vind ik leuk. Stop inderdaad, dit vind ik leuk. Je bent toch een vriend? Ik mag toch mijn mening geven. Als vrienden geven we elkaar echt een mening. Jongens, wat vonden we van? Ah nee, ben je homo of zo? Is dit jullie high five? Ja. Ah. Waarom hebben wij geen eigen high five? Hey, ik vind dus dat vrienden zoals jullie kunnen best tongen. Oh. Dit is geen tongen, dit is een halve. Nee, maar dat durf ik niet. Even oefenen nog. Zo, je staat in de stad en ik loop het terras op en ja, het zal toch niet, maar ik zie jou ineens. Hey bro! Hey joh, hoe is het? Goed man. Hoe? Goed. Ja, leuk. Jullie zijn vrienden voor altijd. Hey, ik weet niet of jullie vrienden voor altijd zijn, dat hoor. Dat is hiphop. Hard boksen. Nog een keer, dan doe ik het zacht voor jou. Ja, nee, je hebt zo'n ring. Oké, doe ik deze. Ja, doe ik dat. Beter? Boe, wat triest. Auw! Daarom blijven wij vrienden voor altijd. Alsof het zo had moeten zijn. Ben ik jouw vriend en jij van mij. Mijn vriend! Vrienden voor altijd. Alsof het zo had moeten zijn. Ben ik jouw vriend en jij voor mij. Oké, goed, nu gaan we het Cobra 6 lied maken. Dat is een nieuw idee wat we hebben. Dit heeft Mio's in zijn auto liggen, mensen. En nu komt er een. Oh. We hebben de clipshoot vandaag hier in dit gruwelijke kasteel. Kijk nou eens even dit ontvangst, dat is toch niet normaal. Hey, het idee is vet. Ik weet, jullie hebben de clip allemaal 100 keer gezien, want jullie zijn super fans. Maar wij zijn nu fucking hyped, want we gaan hem vandaag opnemen. Het verhaal is eigenlijk wel weer redelijk hetzelfde. We doen allemaal leuke dingen en we worden afgeleid door lekkere cheese. Ik moet zeggen dat ik iets minder fashionable uitziet dan als jij. Nou, jij bent dan Nederland, gesteld. Man. Ik ben niet gesteld. Ik zit dus niet in de scènes hier in het kasteel. Ik moet op het einde pas bij de voetbalscène. Maar jij bent gewoon zo fan dat je toch. Nee, hier ik ben heel vroeg gegaan, want ik wilde erbij zijn dat Koen ging schaken. Dat was vanmorgen. Dat zie je als een NPC daar. Koen, gaan jullie ook nog echt een potje spelen of niet? Nou, ik heb vandaag aan deze vriendelijke meneer of hij goed kan schaken, maar. Nee? Jawel. Oh. Ik word voor de gek gehouden. Goed? Dat grijnsje moet er even uit. Te vroeg. Ja, wat lach je nou? Ik heb gisteren dus dit geëpileerd. Echt? Ja, omdat ik dacht, ik kon het close mijn ogen had ik gezien in de dingen. Anders kom ik er nooit meer vanaf dat ik een monobrouw heb. Eindelijk, dit was echt na een half jaar gewoon eindelijk de kalm erachter. Ik had al een keer een, maar dat was weer... Ah, joh, echt niet. Jawel, echt wel. Zie je nou dat doen? Niks. Jawel. Wat is dat voor touwtje op jou? Heb je die van... Nou ja, niet al, maar het is echt letterlijk een touwtje. Van wie heb je die gekregen? Van gekregen. Dit komt van een Lovies. Ja, maar dank
Okay. Waarom heb je dat om dan? Ja, dat is een heel lang verhaal, maar ik ga het niet eens vertellen op camera, omdat ik geen zin heb om dit te vertellen. Ja, ik snap wel dat je hier monobrow geschoren hebt. Heb je geschoren of Nee, ik heb het laten epileren. Door? Je moet. Oké. Goedemorgen mensen. Oh, je bent er ook? Ja, ik ben er ook, ja. Je wordt nog steeds geschaakt. Ik ben net gekomen van wintersport en op een gegeven moment moet je pissen in zo'n huisje. Soms wil je bij een tankstation, maar soms heb je dat even lang niet. Dus ik loop zo'n huisje in en het zal al een beetje smerig. Huisje in? Op zich niet heel vies. Dit zal toch geen kak zijn wat hier ligt? Is dat echt kak? Alles onder de kak. Inmiddels staat hier Kloepier de Graaf. Willen jullie wat drinken? Je ziet er goed uit, jongen. Dankjewel, ik zie er echt uit als een clown. Jij hebt het script geschreven, dus jouw schuld. Ja, je ziet er toch goed uit? Iemand ik moest vroeger altijd hier in werken. Oké, okay. Goed verhaal. Jongens, tijd voor scène 2. We gaan pokeren. Het is wel een beetje donker hier. Ja, het is whisky, maar volgens mij is het iced tea. Nee, whisky maat. Nee jongen, gaan we echt. Het is gewoon iced tea. Zo, die ster. Wel lekker whiskietje. Honkie blankie. Doe normaal man, we moeten erbij. Deze voor de clip jongen. Maar ik ben de Aldi of de Albert Heijn. Wat is dat? Waar staat dat op joh? Die heb ik niet zelf uitgezocht. Ik ga even mijn maandsalaris bij elkaar verspelen. Dus als je het niet erg vindt, kom, we gaan beginnen. Rob denkt dat hij best even wat je poker kan hebben. Dat is namelijk dit. En dan ziet hij zo die crush tegenover hem zitten ook helemaal zo allemaal over harten. En dan vervolgens dan kijkt hij nog een keer goed. En heeft hij in plaats van deze, dan wisselt de shot. Heeft hij was echt een kutkaart gewoon. En dan zit ik daar gewoon zo blij om aan te kijken. Zo, hey. Nou, duidelijk. In 3, 2, 1, actie. Jij zit vast diep in mijn systeem. Kom meteen, niet om jou heen. Zijn er nou godverdomme kutkinderen? Hoe kunnen we hebben die locatie toch niet geleakt? Nee, Pien, stuur die kinderen weg. Ja. Kutkinderen buiten. Ze gaan me frisje tegen zitten. En opzooien nu. Dat is toch zielig. Ga doen met je leven, joh, debiele kinderen. En wat gebeurt hier? Rob gaat flirten. Wat zeg je nou? Wat? 3 jaar geleden, dat was ik echt bang. Ik vond het bij je blik trouwens nog kut. Rob heeft leren flirten. Stoer. Oké, we zijn nu bij onze favoriete scène aangekomen. Koen ziet echt uit als een fucking koning. Ja, Koen is een koning. En dat Meno gewoon ook, jongen. Waar is je kroontje dan? Ja, die is heel lelijk, maar die doe ik straks wel op. En die pad was ouwe. Dit is echt kussie. Sinterklaas en zijn mantel is kwijt. Officier, die zijn best leuk. Je ziet er echt goed uit, Roe. Je kan het echt hebben. Je komt er credible over als croupier en als lakei. Jij hebt het script geschreven. We zeggen Roel hoeft het niet in het nummer. En zijn mat van ja, ik wil niet dat je er niks mee te maken had. Dus heeft hij Roel geschreven. Koepje, ja, Matt, die schrijft een scène. Maar alles is toch niet leuk als jij er niet in zit. Voor mij had het niet gehoeven. No. Voor wie had het wel gehoeven? Ah, het is gewoon mooi. Omdat het laken zo rood is, lijkt je haar minder rood. Dat is oprecht waar. Ik dacht dat je ging zeggen, oprecht, dat je ging zeggen. Je lijkt echt best wel op een echte koning. Oefen je scène dus even, wat ga je zo doen? Nee. Ik word straks bijna gekust, maar natuurlijk niet. Want ik heb een bloedmooie vriendin thuis. 1, 2. Pling plong, zie plong plong. POV, je zoekt met Koen. Hey liefje. Heb je het gehoord laat? Moet je iets. Oké, dat is wel saai. Lint zit achter je. Rob vertelde grap. Gaat Rob een grap vertellen? Rob had een leuk moment. Hij zei, doe de camera aan. Doe de camera aan, ik heb wat leuks. Dat zijn ze samen. Ja. Je bent wel een dunne koning. Ja, ik ben een workout koning. Is Willem-Alexander dik? Ja, tuurlijk. Ja, die is wel lekker hoor. Principeels heet die. Principeels. Een leuk feitje, maar mijn opa gaf hem... Die snor is van dichtbij, nog smerig en dan van veraf. Butter, Harry, butter, butter, Harry. Er zit een bokswedstrijd. Ja? Hij heeft dat uiterlijk thuis. Het mag echt wel dichterbij hoor. Op mijn kilo mag je lopen. We gaan maar 28 gaan. Ik zeg van niet, dat is heel goed gedaan. Iets dichterbij? Dichterbij? Als jij er niet geweest voor. Heel snel weer! Was hij goed? Je t'aime. Je t'aime. Als jij er niet geweest. Dames en heren, dit is het headshot van Raoul. Jij zit vast diep in mijn systeem. Je hebt het verpest. Waarom moet je nou lachen? Ja, want hoe we staan is dat zijn rol in de video is. Ik heb een dansje doen op de trap. Bruh. Fuck out. Ik ben een gast. Wat ben je nou aan het doen? Jij zit vast diep in mijn systeem. Kom meteen, niet om jou heen. Als jij er niet hebt. Wat is dit? Ja, je kan ons niet meer aankijken zonder te lachen.
Ik kan gewoon niet meer. Mensen, het is hem dus niet gelukt, maar die close ook van de Rahul in de herhaling deed hij even zo boep, zo move om toch weer aan het lachen te krijgen. Lukt het wel zo om te lachen? Ja, je moet het even kwijt, je moet even nu lachen. Ja, maar, ja. Lachen ze heel hard gewoon. Als jij er niet geweest was. Hij deed het! Hij deed het! Shot geklaard! Loopt niet goed af, kut. Ja, dit is dus de bedoeling, jongens. Zij vertelt net van ja, we hebben dus geen zadel, want jullie moeten met z'n tweeën erop. Nee, wil een beeld. Zadel of niet? Maar in ieder geval, ze was aan het vertellen van ja, oké, het is wel iets moeilijker aangezien we geen zadel hebben en jullie met z'n tweeën erop moeten. Ah, daar ben u weer! Wat wil die nou zeggen? Ja, dat is zeg maar, ze hebben nu moeten ze met zo'n krukje dat paard op, want het is dus super moeilijk. Ja, mooi verhaal. Ja! Ja! Hij zit! Stel je zou eraf vallen en je nek breken, zou je dan nog leven? Laat me niet gaan. Oh. Mooie hoofd, mooie ogen, mooie kontje. Jij zit vast diep in mijn systeem. Kom meteen niet om jou heen. Zo'n fancy visagie-hokje heb je echt gecreëerd hier. Ben je weer in beeld? Ik heb heel veel puizen, dus het is vandaag wel hard nodig, maar daar hebben we dus visagie voor. Ik heb dus helemaal niet heel veel puizen, ik heb dus gewoon heel lang dezelfde puis. Dat is erg, hè? Heel erg. Wij moeten even voorzichtig doen met Milo, want die heeft net een heftig auto-ongeluk gehad. Nee, vertel even, wat? Je hebt me niet verteld aan ons ook. Lin, je loopt er het shot in. En we klagen zeker dat je erin zit. Ja, weet je wat Baf is? Ja, dat weet ik. Hé, natuurlijk weet je dat. Gaan we het daarover hebben? Nee. We hebben hier gewoon deze foto. Ik pak nog een gunstige foto. Voor hoeveel geld? Het is niet een ja of nee. Er is altijd een ja bij een bepaald bedrag. Voor hoeveel geld zou jij deze meneer maffen? Ik vind het niet echt een hele goede foto. Zoek een andere foto voor. Deze foto dan. Geef nou gewoon een antwoord. Oké. Bij hoeveel geld? Ja, miljoen. Wie legt erin? Mensen, ik heb geen puisten meer. De kracht van make-up. Ik zeg het tegen Matt dat het leuk zou zijn, zou hij gewoon oprecht niet uit die kassa komen. Tuurlijk is hij homofiel. Kijk hem liggen. Harry, kom maar binnen hoor. Wil jij een kabeltje pakken? Met ons op de viskraam staan, man. Milo, heb je wel door dat dit de vlog is waarin je toegegeven hebt dat je vader van plassex houdt? Het klopt. Het is dus niet waar, mensen. Hij houdt ook van poepseks. Nee. Over poepseks gesproken, ik heb nog een filmpje. Dit zal toch geen kak zijn wat hier ligt? It's a rap. Op dat wij niet vergeten. It's a rap. Het is 10:00 s'avonds. Jullie werken echt hard. Wil je dat even kwijt zeggen? Ja, van 8 tot 10. Het is zo mooi dat we voor het eerst nu een EP hebben gemaakt. En jullie hebben hem al doodgestreamd, maar check hem nu. Via de link in de beschrijving, stream hem dood. Dit wordt het album van het jaar. Laat even in de reacties 3 nieuwe nummers voor jullie. Ze zijn alle 3. Raak zijn ze. Ze zijn raak. Mijn vriend. Ik heb last van mijn grote teen. Die ik stoten tegen het steen.